Hallo beste mensen van Vier, mijn naam is Chris Davis, geboren te Lommel, woonachtig nu in Oostende. En ik zou me graag willen kandidaat stellen voor het nieuwe seizoen van De Mol. Waarom ben ik een volgens mij geschikte kandidaat? Ik ben croupier van beroep, wat dus betekent dat ik praktisch iedere dag kom ik in contact met de goede kant en de slechte kant van heel veel mensen. Waardoor ik ook heel veel mensenkennis opdoe. Als er iemand binnenkomt bij ons, ik kan u direct zeggen van oké, die persoon die gaat op die manier reageren, die gaat dit doen, die gaat dat doen. Ik ben zelf ook pokerspeler. Wat dus ook betekent dat ik praktisch iedere dag bezig ben met het intrinsiek denken van hoe bepaalde spelers in elkaar zitten. Zet mij aan een tafel met 9 andere pokerspelers. En ik kan u binnen het half uur zeggen van die denkt op die manier, die denkt op die manier en dergelijke. Ik ben ook altijd al een hele grote fan geweest van het programma De Mol. Dus de eerste 3 seizoenen, die toen in de tijd nog op VRT kwamen, heb ik alle 3 gezien. Ik heb ze alle drie de seizoenen ook nog eens een keer herbekeken in de tijd. Ik ben een hele grote fan. Ik heb ook altijd gezegd van één keer als er een nieuw seizoen komt, dan zou ik me heel graag willen inschrijven. Het is het enige spelprogramma waar ik me echt bij zou willen inschrijven. Ik hoop dan ook dat u mijn video in acht neemt. En dat u toch mij een kans zou willen geven, eventueel, om mee te kunnen doen. Ik dank u van zeer. En ik wens jullie ook heel veel succes met dit nieuwe seizoen van De Mol.